wat Ferrari tot nu toe heeft laten zien, denk ik wel dat zijn de favorieten zijn. Vorig jaar zag je dat eigenlijk ook al begin van het seizoen, dat ze gewoon de betere auto hadden. Dat denk ik nu ook. Ik denk dat Mercedes zeker hun huiswerk goed hebben gedaan. Alleen dat ze veel verloren zijn, omdat ze natuurlijk zo goede voorvleugel hadden vorig jaar. En nu met die nieuwe regelgeving, ja, is alles weer anders geworden. Maar goed, aan de andere kant, ja, tussen die twee zat de laatste dag volgens mij een halve tiende of zo. Dus dat is toch heel erg dicht bij elkaar. En ik denk dat dat wel de twee topteams zijn die met elkaar gaan strijden voor de overwinning in de eerste paar regels. Nou, ik denk dat Vettel, die heeft natuurlijk ervaring, die staat er heel goed op bij het team. Die heeft de ervaring om wereldkampioen te worden. Nou, dat heeft Leclerc nog niet, hè. En met alle respect denk ik dat Leclerc een van de beste coureurs is binnen het veld. En dat hij het Vettel best wel eens heel moeilijk kan gaan maken dit seizoen. Maar goed, als Vettel gewoon leergierig is en sowieso het team voor zich laat werken, ja, dan is hij en blijft hij gewoon de nummer 1 binnen het team. De keerzijde daarvan is dat de druk waarschijnlijk hoger is. En druk en Vettel is in het verleden niet altijd een hele gelukkige combinatie gebleken. Nee, zeker niet. En daar heb je een punt. Alleen ja, kijk, hij moet zich wel nu laten zien. De afgelopen jaar heeft hij gewoon te veel fout gemaakt voor zijn doende. Dat heeft hij ook toegegeven in de pers. Ik denk dat het ook goed is dat hij dat toegegeven heeft. En hij weet ook, oké, ik krijg een nieuwe verse teamgenoot. Dat heeft hij ook een keer meegemaakt een paar jaar geleden met Ricciardo, hè, die hem toen ook in één keer versloeg. Alleen toen was hij al 4 keer wereldkampioen geweest. En nu is hij al een paar keer geen wereldkampioen geweest. Dus ik denk dat hij heel erg eager is om het kampioenschap weer naar zich toe te trekken. En dat hij daar ook zeker de kwaliteit voor heeft. Is Red Bull nog steeds de uitdager en dus het derde team, of zit er meer in? Ik denk dat er wel meer in zit. Ik denk dat ze ook wel sommige dingen hebben laten zien binnen die testen. Dat ze gewoon echt wel snel waren. Ik denk dat de race pace vooral heel goed was. Maar dat er puur over één rondje, dat ze denk ik nog niet alles hebben laten zien. Nou, we weten dat natuurlijk met z'n allen dat een Red Bull qua auto gewoon één van de beste is. Mechanisch, maar ook de downforce in de snelle bochten. Het ziet er ook gewoon heel erg goed uit. Ja, en nu is het up to Honda om die motor constant een beetje te verbeteren. De party mode met qualifying hopelijk weer een beetje op gang zien te krijgen. Ja, dan weet ik zeker dat Max zeker voor 5 tot 8 overwinningen moet kunnen gaan. En als alles goed loopt, dat hij misschien wel eens mee kan strijden voor een kampioenschap. Maar ze moeten het hebben van het bouwen. Weet je, de eerste paar races zullen ze niet gelijk bij staan. Dat hebben we nu ook een beetje in de test gezien. Maar als ze gewoon mee kunnen, punten kunnen scoren, podiums kunnen scoren en op een gegeven moment, hè, krijgen ze de smaak te pakken met z'n allen, ja, dan gaat hij zeker mee. Okay. Nou, ik was wel heel erg blij dat Monisha op een gegeven moment die stap eruit heeft gezet. En kijk, dat was natuurlijk een ontzettende stoorfactor binnen het team. En ik denk dat dat heel goed is geweest om Fred Vasseur, die bij Renault had gezeten, die daarvoor alle klassen, alle kampioenschappen in Formule 2, Formule 3, met ART, alles gewonnen heeft. Echt een man die capabel is om een goed team neer te zetten. Nou, dat heeft hij nu ook laten zien weer. Ik denk dat dat de beste zet is geweest van het hele team om die man aan te trekken. En je ziet nu ook in de resultaten, en vooral vorig jaar al wat ze stap voorwaarts gemaakt hebben. En als ze dat nu doortrekken, dan kan het zo wel eens een mooi team gaan worden. Ja, ik ben wel van overtuigd dat ze redelijk achteraan zullen rijden. Ja, en als je achteraan rijdt, dan krijg je niet zoveel aandacht. Ik heb het zelf meegemaakt. Maar goed, ja, kijk, we weten met z'n allen hoe goed Kubica is. Ik ken hem al jaren. Ik was ooit een keer in 98 heb ik hem ontmoet. En toen ook voor het eerst met hem samen gereest. Dus we kennen elkaar al super, super lang. En ja, het is een jongen die in mijn optiek heel veel talent heeft. Alleen ja, wat hij mee heeft gemaakt met zijn hand, met zijn arm, is natuurlijk tragisch. Maar aan de andere kant, hij is wel weer teruggekomen in Formule 1. Heeft een comeback. Maar het zal moeilijk worden. En daarnaast denk ik dat George Russell ook echt een groot talent is. Alleen als je een auto hebt die niet goed genoeg is en waar je mee achteraan rijdt, ja, dan kan je ook niet echt laten zien wat je in de mars hebt.
Dan zeg ik dat Vettel gaat winnen. Dan zeg ik dat Hamilton op 2 is. En dan zetten we Max op 3. 3 teams op het podium. Dat zou mooi zijn.